Ik kies juist voor de waarheid, vooral mijn waarheid. Hi guys, ik ben Selma Omari en ik ben te zien in Selma op mijn manier op NPO Start. Jullie hebben mij vragen gesteld en in deze video ga ik die beantwoorden. Let's get started. Vraag nummer 1. Oh, dit vind ik een leuke vraag. Wat voor soort eten was je verzot op tijdens je zwangerschap? Ik had niet echt cravings, maar als ik een craving moet aanwijzen, dan was het er één. Dan was het namelijk havermout, warm, met een klodder pindakaas en dadels. Dat was echt wat ik elke ochtend, avond, middag wou eten. Ik heb de eerste 2,5 week van Ramadan heb ik meegevast. Maar daarna, ja, ik was hoogzwanger toen. Want ik merkte dat ik heel laag in energie zat. Wat waren jouw zwangerschapskwaaltjes? Heb je even? Och, naar mijn idee had ik er wel veel. Het was wel echt dat ik een zwangerschapsneus had gekregen. Ik merkte toch wel echt dat mijn voeten opgezwollen waren. Mijn knieën waren heel week. Ik voelde me gewoon niet mezelf. Er waren ook wel echt dingen waar ik niet tegen kon. Ik denk dat dat meer mijn kwaaltjes waren dan echt lichamelijke dingen. Mijn misofonie speelde heel erg op. Ik kon echt niet tegen bepaalde geluidjes of bepaalde handelingen, oh. Oef. En mijn OCD. Echt, ik moest en zou alles op mijn manier doen. En als dat niet ging, heb ik ook wel echt een paar keer thuis keihard lopen huilen met dat ik er helemaal klaar mee was. En dat ik totaal niet voorbereid ben op de komst van een kind. Self-pity, echt waar. Waarom heb je ervoor gekozen om deze serie te maken? Nou, onze Juice Queen die dacht dat ik geen integriteit had. Girl, ik heb juist heel veel integriteit en respect voor mijn verhaal. En het feit dat ik die wil doen op mijn manier zegt ook weer heel wat over hoe ik iets naar buiten wil brengen. Ik heb een platform gecreëerd de afgelopen jaren. En daarmee heb ik ook mijn eigen kracht gecreëerd. En dat is dat ik mijn verhaal kan doen op een manier waar ik me comfortabel bij voel. En niemand anders hoeft dat voor mij te doen. Want het moment dat iemand anders jouw verhaal voor jou gaat doen, is het moment dat er heel veel ruis wordt gecreëerd. Dus ik kies juist voor mijn integriteit. Ik kies juist voor de waarheid, vooral mijn waarheid. En dat is eigenlijk de reden dat ik dat op deze manier heb gedaan. Ah. Ja, oké. Okay. Is de mama-maffia al over je heen gevallen? They do exist. De mama-maffia is een groep vrouwen die denken dingen beter te weten als het aankomt op hoe jij je kind moet opvoeden of hoe jij je leven als moeder moet leven. Ik wil even iets zeggen voor alle mama's en alle mama's to be's. Iedereen doet het op haar manier. Er is geen goed en fout in mama zijn. Er is een leerproces in mama zijn. Omdat ik iets op deze manier doe, betekent niet dat jij het ook op die manier moet doen. Jij mag je andere manier hebben. Dat is niet erg. En ik vind het zo jammer dat vrouwen elkaar afkatten en afblaffen op het feit dat iemand iets anders doet dan hoe zij het doen. En dat vind ik gewoon kwalijk. Ik heb echt heel erg het gevoel dat mama zijn een community moet zijn die er voor elkaar is en die er niet is om elkaar af te katten. En ik vind dat daar echt meer focus op gelegd moet worden. Want uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde. Wij zijn moeders van prachtige kinderen. En wij willen het beste, hoop ik, voor onze kinderen. En daarin moeten wij niet alleen onze kinderen ondersteunen, maar ook elkaar. Er mag een mama-maffia over mij heen vallen, maar ik heb een sterke mening daarover. Ik vind niet dat dat hoort. Volgende vraag. Waarom heb je de zwangerschap geheim gehouden? Dat heb ik echt gedaan voor mijn eigen sanity. Gewoon voor mijn eigen mentale gemoedstoestand. Ik vond dat zo belangrijk. Als je dingen op je eigen manier doet, dan hebben mensen daar heel vaak een mening over. En in zo'n periode als zwanger zijn, zo'n kostbare periode en zo'n mooie periode, had ik gewoon geen zin in meningen van mensen die eigenlijk niet eens hun mening over iets hoeven te hebben. Dus ik heb mezelf eigenlijk daarvoor beschermd. Vond je het moeilijk om je zwangerschap geheim te houden? In het begin niet, daarna wel. In het begin was het nog niet heel duidelijk en kon ik het heel goed verbloemen. Door heel oversized kleding te dragen en tegen het einde aan my belly got this big and my ass got this big. Dus tegen het einde aan was ik wel aan het einde van mijn Latijn, als ik heel eerlijk ben. Hoe navigeer jij je door je leven met al die bemoeials die van alles vinden? Door gewoon mijn leven te leven. Ik ben daar zo strak en zo hard in geworden. Mensen hebben vaak een mening omdat ik me uitspreek dat ik een vrouw ben die een bepaalde religie volgt, namelijk islam. En mensen hebben dan altijd een vooroordeel met ja, hoe kan je dit doen, maar dan moslim zijn. Ja jongens, dat kan.
En dan komen we alweer aan op de laatste vraag. En dat is wellicht de meest gestelde vraag. Wie is de vader van jouw kind? En daar heb ik een antwoord op. Namelijk in Selma, op mijn manier. Dus vooral kijken. Want daar zeg ik alles wat ik wil vertellen. En laat ik alles wat ik wil laten zien, laat ik daar zien. Selma, op mijn manier, is nu te zien bij BNNVARA op NPO Start.